cameraman zo ver of niet? Oké. Okay. Dan hier bij de uitslag van nummer 1, de 5-jarige Mary. Mary is iets naar voren gebouwd. Ik kon in de hals wel iets... Die in de halsvorm wel verticaler kan. Mary heeft voldoende rasuitstraling door ook voldoende behang. In de bovenlijn is hij voldoende gesloten. In het kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit. Zou toch wel iets droger kunnen, met name rondom de kogels. Mary heeft royale hoeven. In de stap is hij voldoende ruim, zou iets actiever kunnen aantreden. En voor is hij in stap toontredend. De draf is op dit moment niet correct qua bewegingsvorm. En vanwege deze incorrectheid kunnen we deze Mary vandaag niet opnemen in het stamboek.
De uitslag van nummer 2, Annie van der Vuuse. Een royale, langgelijnde merrie die veel rasuitstraling heeft, ook door het vele behang en de mooie lange hals. In de bovenlijn is ze gesloten, voldoende sterk, ook voldoende lengte in het kruis. In deze merrie ligt ook een mooi doorlopende schoft. Het beenwerk heeft royale hoeven, is ook in de gewrichten droog. De stap is ruim, takmatig en iets toontredend en nauw voor. In draf waardeert deze merrie zich ook flink op. Heeft een goede draf laten zien met een goed sterk achterbeengebruik. Ook voldoende in het lichaamsgebruik en ook voldoende opwaarts gedraafd. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Hier bij de uitslag van nummer 3, een merrie die voor zijn leeftijd iets vroeger rijp aandoet. Ook een driedelige merrie die in de romprichting iets opwaartser gebouwd kan zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen kan tonen. Wel een merrie met voldoende rasuitstraling, wat ook komt door zijn verticale hals. In de bovenlijn zien we deze merrie toch liever iets gesloten, met name de aansluiting op de rug moet sterker. In het kruis is hij vrij hellend. Het beenwerk heeft voldoende hoeven. Zou in het wel iets meer kwaliteit in het beenwerk kunnen uitstralen. In de stap is de merrie toch iets gehaast, maar heeft daarbij wel voldoende ruimte en activiteit.
In draf waardeert deze merrie zich op. Draaft met veel ruimte en met een goed achterbeengebruik. Zou we wel iets opwaartser in de draf kunnen lopen. Vanwege de goede draf vandaag een stamboekopname met een derde premie. Derde premie. The result of number 3. Bente, she is accepted in the startbook with a third premium. Hierbij de uitslag van nummer 4 is een langgelijnde merrie die wel iets meer rasuitstraling kan hebben. Dat komt ook door de kleur en het weinige behang. Zou ook iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft wel een voldoende halslengte, ook een goed gevormde hals. In de bovenlijn moet ook deze merrie geslotener zijn, met name ook op het ruggedeelte. Zou ook in bouw totaal iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is ook correct gesteld. In de stap van deze merrie is heel kwetsbaar, heel kort en mist ook regelmatig toch de takt. Deze merrie draaft met voldoende ruimte, zou iets krachtiger het achterbeen onder de massa kunnen zetten. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 4, she's accepted in the studbook without a premium.
De uitslag van nummer 5 is een langgelijnde merrie die wel een iets jeugdigere opdruk kan hebben. Heeft voldoende rasuitstraling, ook met name door het behang. Ook voldoende lengte in de hals. Zou in de hoofdhalsaansluiting wel iets lichter kunnen. Het is een merrie met een hele sterke bovenlijn, met name op lendenen. Ook voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk heeft hij voldoende kwaliteit. Heeft royale hoeven. Is voor wel iets onderstandig. Ook iets gehoekt in het achterbeen. Deze merrie stapt ruim, takmatig, ook met voldoende lichaamsgebruik. Zou in de bewegingsafloop voor correcter kunnen. In draf laat deze merrie veel ruimte zien. Met een goed gebruik van het achterbeen. Ook een draf die voldoende opwaarts wordt gedraven. En vanwege de goede stap en de goede draf wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek. En ster met een tweede premie. The result of number 5, Anna Lintje 3. She's accepted in that book and star second premium. De uitslag van nummer 6. Merrie die in zijn gelijndheid toch wel de langgelijndheid mist. Wel een merrie met veel rasuitstraling.
komt door het behang, dus een mooie zwarte kleur en ook zijn verticaal gestelde hals. Is in de hals wel iets zwaar en zou in de hoofd-halsverbinding iets lichter kunnen. Mary zou ook over het algeheel iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Mary is voldoende in de bovenlijn. In het beenwerk is hij verder correct, ook van voldoende kwaliteit. In stap is deze Mary voldoende qua ruimte, zou iets actiever kunnen aantreden, ook iets meer lichaamsgebruik kunnen laten zien. Mary draaft wel met voldoende ruimte, ook met een krachtig achterbeen. Zou daarbij iets meer oprichting ook in draf kunnen laten zien. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. De result of number 6, she is accepted. De uitslag van nummer 8, dit is de eerste driejarige Veulenboek-merrie van Famke B. Een merrie die een jeugdige opdracht heeft, ook voldoende lang gelijnd is. Met een goede rasuitstraling, edelhoofd, mooie lengte in de hals. Een hals die ook voldoende verticaal gesteld is. Merrie heeft een sterke bovenlijn, zou in het kruis iets meer lengte kunnen tonen. Heeft een goede romprichting met een mooie lange voorbeenlengte. In het beenwerk heeft ze royale hoeven. Heeft heel fijn en hard droog beenwerk. De stap is op dit moment eigenlijk kort. Laat ook zo nu en dan te weinig takt zien. Mist ook in de stap het lichaamsgebruik. De bewegingsafloop voor in stap is erg toontredend. In draf heeft deze merrie voldoende ruimte, ook met een voldoende goed achterbeengebruik, wat ook goed onder de massa wordt gezet. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie vanwege de stap. De result of number 8 is de first 3-year-old foalbook mare. She is accepted in the startbook with a third premium.
De uitslag van nummer 9 is een grootramige, iets gerekte merrie die wel iets jeugdiger opdruk kan tonen. Een merrie met veel rasuitstraling, ook veel front en veel behang. Zou in het hoofd wel iets meer expressie kan hebben. Een merrie die voldoende aansluit in de bovenlijn, zou toch wel iets sterker ook op de lenden kunnen. Het kruis is hellend, maar wel met voldoende lengte. In het beenwerk heeft deze merrie voldoende kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. De stap is met voldoende ruimte en takt, zou iets actiever door kunnen stappen. Is in de bewegingsafloop voor en stappen wel toontredend. Deze merrie draaft ook met voldoende ruimte en voldoende kracht, ook met een voldoende gebruik in het achterbeen. Dus vanwege de rasuitstraling en de goede stap en draf wordt deze merrie vandaag ster tweede premie. The result of number 9, she is accepted in the startbook with a star second premium. Krijgen we nu in de ring nummer 10, Diana Kira Vee. De vader is Johannes, de moeder is Esther Mary van Schalke. De uitslag van nummer 10 met voldoende geleindheid, ook met een
mooie lengte in het voorbeen. Mary heeft stralen heen door de lange verticale hals. Gesloten bovenlijn zou iets minder hellend in het kruis kunnen zijn. Heeft wel voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk is hij voor iets onderstandig. Het achterbeen is gehoekt. Van voldoende kwaliteit. Mary in draf voldoende ruimte. Zou iets meer over de rug kunnen gaan. Zou ook het aardigste resolute kunnen zijn. De stap is iets meer kunnen doorstappen. Vanwege de beperkte stap, maar toch de goede draf en de goede ras, wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie.
Nummer 11 is een merrie die wel iets meer jeugd uit kon stralen. Wel een merrie met een voldoende rasuitstraling. Uit, voldoende lengte in de hals. Heeft wel een iets zware hals die wel iets verticaler gesteld kan zijn. Ook in de hoofd-halsverbinding zien we hem graag iets lichter. Heeft een royale schouderpartij in. In de bovenlijn zien we deze merrie wel gesloten, met name op de overgang lendenen. Merrie met voldoende lengte ook in het kruis. De beenwerken heeft goede kwaliteit. Iets gehoed achterbeen. Draaft deze merrie met voldoende ruimte, ook met voldoende oprichting, maar zou deze directer onder de massa kunnen zetten. Stappen is op dit moment de beperking voor deze merrie. De merrie mist op dit moment de stap en kan daardoor niet worden opgenomen in het stamboek. The result of number 11. She's not accepted in the stud book because of the quality of the walk. Nummer 15 is een merrie met veel jeugduitstraling, nog een die iets in zijn bouw wel iets opwaartser kan. Merrie met ook met een mooie lange hals die voldoende verticaal gesteld is. Merrie heeft een hele lichte hoofd-halsaansluiting. In de bovenlijn is hij voldoende aangesloten, ook met voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk zien we royale hoeven. Merrie heeft een heel fijn en droog beenwerk met veel kwaliteit, ook correct gesteld.
De stap van de merrie is takmatig, met voldoende ruimte. Ook in de bewegingsafloop voor is ze correct. Merrie draaft met voldoende oprichting. Ook met een goed achterbeengebruik, wat op een correcte manier onder de massa geplaatst wordt. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Water, hè. Nummer 15 is accepted in de startboek. Nummer 16 is een royale, iets gerekte merrie, die ook iets naar voren gebouwd is. Wel een merrie met
voldoende rasuitstraling. Komt ook door de lengte in de hals. In de hoofd-halsaansluiting zouden we hem graag toch wel iets lichter zien. Merrie met een voldoende edel hoofd. In de bovenlijn is hij goed aangesloten en is ook sterk op ellendenen. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Voor iets onderstandig en iets gehoekt in het achterbeen. In de stap is hij kort. Zou daarbij ook actiever moeten aantreden met meer buiging in het spronggewricht. In draf waardeert deze merrie zich enorm op. Laat een opwaartse draf zien met ook een sterk achterbeengebruik. Voldoende souplesse en ook een goede balans. En vanwege de goede draf wordt deze merrie vandaag stamboeksterk met een 2-1. Number 16 is accepted in the startbook and star second premium. Pauze. De uitslag van nummer 17 is een 10-jarige merrie die voldoende duurzaamheid toont. Ook in voldoende lang gelijnd is. Wel iets neerwaarts gebouwd. Zou ook iets meer lengte in het voorbeen kunnen tonen. Merrie heeft verder een voldoende rasuitstraling. We zouden hem wel graag iets lichter in de hals willen zien. De hals komt ook iets diep uit de borst. Is wat zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Daardoor mist hij ook wel wat ras. In de bovenlijn is hij voldoende aangesloten. In het kruis zien we liever iets meer lengte. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook gezien de leeftijd. Ook voldoende correct gesteld.
De hoeven zouden we bij deze merrie graag iets royaler zien. In de stap maakt hij voldoende ruimte, maar zou iets actiever in het achterbeen door kunnen stappen. In draf waardeert deze merrie zich wel weer op. Heeft een draf met een sterk achterbeengebruik, een voldoende krachtige draf. En vanwege de goede beweging vandaag stamboek met een derde premie. Derde. The result of number 17, 10-year-old stadboekmare. She's accepted, yes, she's already in the stadboek, but now she's in the stadboek with a third premium. De uitslag van nummer 18 is een 9-jarige nog zogende merrie die in een netjese conditie wordt voorgesteld. Een merrie met voldoende ras wat ook komt door veel lengte in de hals. Merrie heeft ook een lichte hoofd-halsaansluiting, is voldoende gesloten in de bovenlijn met ook een voldoende kruisligging. In het beenwerk is fijn, is ook in de gewrichten hard en droog. De stappen zouden we graag iets meer taakmatig willen zien, ook iets krachtiger door het lichaam gestapt. In de draf maakt hij wel voldoende ruimte, maar zou het achterbeen resoluter onder de massa kunnen zetten. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. The result of number 18. She's already studbook and she has now a third premium.
De uitslag van nummer 19 lieden wij, een 9-jarige merrie. En het is een iets gerekte merrie met wel een luxe opdruk. Heeft veel ras, wat met name komt door een edel hoofd en een verticaal gestelde hals. Hals zou wel iets meer lengte kunnen tonen. Merrie heeft een goede schouderligging, ook een goede bovenlijn. We zouden hem het liefst iets minder hellend in het kruis willen zien. In het beenwerk zou die toch meer kwaliteit moeten tonen. Is ook vrij gehoekt in het achterbeen. In de stap is de merrie vrij kort. Toont daarbij heel weinig buiging in het spronggewicht. Zou ook mist er nu en dan ook de takt in de stap. In draf laat deze merrie wat hetzelfde beeld zien. Er zit heel weinig achterbeengebruik en ook heel weinig buiging, ook weinig lichaamgebruik en zou ook takmatiger moeten draven. Vanwege de stap en de draf kan deze merrie vandaag geen premie ontvangen. The result of number 19, no premium today for this mare. De uitslag van nummer 20 is een voldoende langgelijnde merrie die ook wel
voldoende in het ras staat, die wel iets meer behang en iets meer lengte in de hals kan tonen. Ook is hij in de hoofd-halsaansluitingen iets zwaar. Wel een merrie met een goede schouderligging. De bovenlijn is wel voldoende gesloten, al zouden we op de lendenen wel iets meer aansluiting willen zien. Het beenwerk moet meer kwaliteit tonen, is verder wel correct gesteld. De stap is een zwakke punt op dit moment. Hij stapt met ongelijke pas, zou ook meer takt moeten laten zien in de stap. In draf toont hij voldoende ruimte in de pas, zet ook het voorbeen voldoende ruim weg, maar moet resoluter aantreden in het achterbeen. En vanwege de beperktheid in de stap kan deze merrie vandaag niet geprimeerd worden. The result of number 20. She's already studbook, but no premium today for her. Dan krijgen we nummer 21, Zoe van Bloemhof. De uitslag van nummer 21, een vijfjarige merrie die iets driedelig aandoet. Merrie die voldoende in het ras staat met een zwarte kleur, maar wel iets meer behang kan tonen. Ook een merrie die
een voldoende edel hoofd heeft. Ook een mooie lange hals die wel iets verticaler gesteld kan zijn. In de bouw zou deze merrie iets meer lengte in het voorbeen kunnen tonen. Ook over de bovenlijn meer aangesloten zijn. Ook mist ze over de bovenlijn toch de nodige bespiering. Heeft een hoog en vrij hellend kruis. In het beenwerk zien we royale hoeven, ook een goede kwaliteit en harde gewrichten. Verder is het beenwerk correct gesteld. In stap is deze merrie kort, mist de ruimte in de pas, mist ook de buiging in het achterbeen en het lichaamsgebruik. In draf maakt deze merrie wel voldoende ruimte in de pas, loopt daarbij iets uit elkaar, zou iets geslotener mogen blijven, heeft ook in deze gang weinig lichaamsgebruik en een iets te hoog ritme. Deze merrie krijgt vandaag geen premie. The result of number 21. She's already stud book, but no premium for her today. Because of the quality of the walk and the trot.
achterhalve eraf ging. Nee, dan is die gewoon lichaam en super achter is al positief voor. De uitslag van nummer 22, een hele grote ramige merrie die veel front heeft, ook vier de wereld in kijkt. Een lange verticale hals, heeft ook een mooie lengte in zijn voorbeen, een goede schouder. Ook een goede aangesloten bovenlijn, zou in het kruis misschien iets minder hellend willen zien. Deze merrie heeft ook een mooie romprichting. Het beenwerk heeft die royale hoeven, heeft ook voldoende kwaliteit in het beenwerk. Is verder correct gesteld. In draf laat deze merrie een opwaartse draf zien met een goed achterbeengebruik. En voldoende balans. Zou nog wel iets meer souplesse en lichaamsgebruik kunnen laten zien. Maar is technisch goed. De stap is op dit moment vrij kort. Zou iets resoluter moeten doorstappen. Ook meer buiging in het achterbeen tonen. Ook de bewegingsafloop voor zou correcter kunnen. En op dit moment is de stap te beperkt om hem een eerste premie te geven. Dus deze merrie krijgt een tweede premie. Nee, en wordt daarbij dus niet uitgenodigd voor een tweede presentatie. Number 22, the result. She's not invited for a second presentation.
Nummer 23 is een 6-jarige merrie die iets driedelig aandoet. Ook in zijn bouw opwaartser kan. Een wellenmerrie met voldoende ras. Edel in het hoofd, ook met een goede halslengte. In de bovenlijn zouden we hem liever iets geslotener zien. Met name op het ruggedeelte. Er zit een goede schouderpartij in. In het kruis is vrij hellend. Het beenwerk is met voldoende hoeven ook fijn en hard. Voor iets onderstandig, maar met een goede kwaliteit verder. In de stap is hij vrij kort. Mist daarbij ook de buiging in het achterbeen. Ook zou deze merrie in stap in het voorbeen ruimer moeten wegzetten. De bewegingsafloop rechtsvoor moet ook correcter. In draf toont deze merrie wel voldoende souplesse, ook wel voldoende houding, met een, maar zou iets krachtiger vanuit het achterbeen aan moeten treden. Deze merrie krijgt geen uitnodiging voor een tweede presentatie. Number 23 is not invited for a second presentation.
Het is een hele lange gelijnde merrie. Het is ook een merrie die dit jaar een veulen heeft gekregen in april. Dus nog zogend is. Een merrie met ook een goede ruiluitstraling. Dat voornamelijk ook komt door veel lengte in de hals. Heeft een voldoende goed schouder. In de bovenlijn zou de merrie wel iets geslotener willen zien. Maar het komt waarschijnlijk ook omdat de merrie nog zogend is. Iets meer lengte in het kruis zou deze merrie niet meer staan. De merrie heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Het beenwerk is hard, maar wel iets gehoekt in het achterbeen. In de stap is hij voldoende takmatig, ook voldoende ruim, maar zou wel iets resoluter aan kunnen stappen met wat meer buiging in het achterbeen. De draf is ruim, maar zou iets geslotener, iets actiever aan kunnen sluiten met een meer een achterbeen wat meer onder de massa wordt geplaatst. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor een tweede presentatie. The result of number 25, she's not invited for a second presentation.
Hier bij de uitslag van nummer 26, een hele luxe merrie met ook veel ruilstraling, met een zwarte kleur. Veel behang en een edel in zijn hoofd. Hij heeft ook een mooie halslengte, ook in de lengte van het voorbeen. De bovenlijn is voldoende aangesloten. Het beenwerk is hard en droog. Hij heeft ook een fijn en correct gesteld beenwerk. De stap is ruim, ook door het lichaam gestapt en goed van achteren aangesloten. En draf heeft hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen, ook met oprichting. Deze man krijgt vandaag een eerste premie en uitgenodigd voor de tweede presentatie. The results of number 26, she's invited for a second presentation. De uitslag van nummer 27, 7-jarige Mary. Een Mary die iets driedelig aandoet, maar wel een Mary met veel ras. Komt ook door zijn lange hoofd. Zou wel in zijn hoofd-halsaansluiting iets lichter kunnen. Mary met een goede schouderligging. Zoals ik al zei, in het middenstuk zou die gesloten moeten zijn, met name op het ruggedeelte.
Het beenwerk heeft voldoende hoeven, maar zou wel iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Er is ook iets gehoekt in het achterbeen. Deze merrie stapt met een heel ruime pas. Ook zou daarbij iets meer buiging in het spronggewicht laten zien. En merrie beschikt over een hele ruime draf met een sterk achterbeen. Ook goed opwaarts met een mooie balans. Maar vanwege de gezonkenheid in het middenstuk en de kwaliteit beenwerk wat op dit moment mist, krijgt deze merrie geen voor een tweede presentatie. Wel een mooie vorm met een goede stap en een goede draf. De result of number 27. She is not invited for a second presentation.
de uitslag van nummer 2. Een hele royale, langgelijnde, rassige merrie die een hele luxe opdrucht heeft, ook met lange halzen, veel behang. In de bouw correct is, heeft hij ook een goed cijfer opgekregen. Ook een hoog cijfer ras. In het beenwerk heeft hij goede hoeven, ook heel erg droog wat kwaliteit betreft. In stap is hij takmatig en met voldoende ruimte. Hebben we wel een heel kleine bemerking op de bewegingsafloop voor. Die is toontredend en toch wel iets nauw. In draf laat deze merrie zich heel goed zien. Heeft hij vanmorgen ook een hele goede presentatie gehad. En nu weer met een heel sterk achterbeen. Ook een mooie door het lijf een draf die door het lijf gaat met veel souplesse en voldoende opwaarts. Dus vanwege de goede draf en de goede rasbouw en beenwerk wordt deze merrie vandaag voorlopig kroon. Number 2 is provisional crown today. De uitslag van nummer 26, de tweede presentatie, om te kijken of we de merrie model kunnen maken vandaag. Het is een hele luxe merrie met veel ras, ook veel behang, edel in het hoofd, met veel halslengte. Die wel iets verticaler gesteld kan zijn. In de bovenlijn is hij voldoende qua aansluitingen, maar zou voor een 7-jarige model met toch iets sterker mogen zijn. Beenwerk is hard en droog. In de stap is hij ruim en actief en heeft mooi door het lichaam gestapt. Op de stap heeft hij ook met name in zijn eerste presentatie de uitnodiging verdiend. In draf is hij voldoende krachtig, ook voldoende opwaarts met een voldoende achterbeengebruik. Deze merrie verklaren we vandaag geen model. Voor een modelmerrie willen we graag een opwaartsere bouw zien met een sterkere bovenlijn. Maar een hele mooie eerste premie kroonmerrie met een bijzondere goede stap. The result of number 26. She's not declared model today. A nice first premium crown mare, but to become model.
she must be more uphill built, and in the upper line she must be stronger. So a nice crown mare with a very good walk. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze keuring bij Stal de Mersken. We hebben een mooie vlotte keuring gehad met een goede aanvoer van paarden. Ook over het algemeen goede kwaliteit. We willen familie Akkerma en de voorbrengers bedanken voor de goede samenwerking en tot een volgende keer. To our viewers from abroad, we had a nice judging today at the location of Stal de Mersken, and we hope to see you again.